Wonen in Amsterdam. Nou, dat kun je in huizen. Sommige mensen wonen ook nergens. Dat zijn daklozen. Maar je kunt ook in een boot wonen. Typisch Amsterdam. Woonboot. Nou, dat is op het moment een heet discussiepunt in de gemeenteraad. U hoort op de achtergrond de discussies. En we praten met Arjan Hoekstra. Hij is journalist voor onder andere Schuttevaar en het Woonbotenblad. Woonboot Magazine. Woonboot Magazine. Want er is wat aan de hand met die woonboot in Amsterdam. Al een paar jaar is er een beleid om het aantal plekken te beperken. De zaak een beetje op te schonen. Nou, daar is nogal wat protest tegen. Ja, het is eigenlijk op dit moment een beetje een non-probleem wat er nu voor ligt in de gemeenteraad. Daar gaat op dit moment over 3 woonboten. Ze zijn bestemd als illegale. Illegaal betekent in dit geval dat ze na de laatste gedoogronde in 1989 in Amsterdam zijn komen te liggen. En door omstandigheden niet op tijd een lichtvergunning hebben aangevraagd of anderszins volgens de gemeente niet meer mogen liggen. Nou, het merkwaardige is dat wanneer iedereen die in Amsterdam rondloopt, die ziet nog kilometers kade overal. Die ziet nog kilometers prachtige plekjes om een bootje neer te kunnen leggen. Dus ik persoonlijk zie het probleem niet zo. Wat de achterliggende gedachte hiervan is, is natuurlijk of de gemeente zijn netheid en ordebeleid, dat ze in hun nota Amsterdam te water, die in juni 1995 is aangenomen, of ze dat ook waar kunnen gaan maken in de toekomst. Dus de gemeente wil dat het opgeschoond wordt, dat die rare boten weggaan en die hele rijen boten weg en niet te hoog. Nou, wat een deel van de gemeente wil is dat Amsterdam een soort Madurodam wordt. Met allemaal keurige nette bootjes. Huisje, boompje, beestje. Huisje, boompje, beestje. Geen auto's en geen boten. Alleen, nou, boot, dat zou niet gek wezen natuurlijk, maar goed. In het geval van woonboten willen ze de stad eigenlijk het liefst vol hebben met museumachtige boten. Hele mooie bootjes die mooi bij de geveltjes passen. Een keurig net beleid. Nou, dat is er op een gegeven moment niet doorgekomen. Gerestaureerde platbodems, dat soort boten. Gerestaureerde platbodems, prachtige boten. Er is verder helemaal niks mis mee. Maar er zijn ook mensen die willen anders wonen. Die willen gewoon op een comfortabel schip wonen. Want dat was het. We kijken hieruit, hier bij de Amsterdam, de Keizersbrug heet het geloof ik. Maar daar was vroeger, hoe heette die man? Maar die had een fantastische tuin erop gebouwd. Helemaal gek. En daar kwamen mensen de hele wereld naar kijken. Wietkoning was dat, ja. Hoe heet hij ook alweer? Dat was ook aardig, vond ik. Maar niet netjes. Ja. Nee, maar ja, dat is natuurlijk het karakter van Amsterdam. Wat was nou typisch zoals Amsterdam vroeger was? Losser, prettiger, allemaal niet zo netjes, allemaal niet zo clean en zo gestructureerd. En op een gegeven moment is de gemeente heeft besloten dat het een beetje uit de hand gelopen was. En ik vind dat ze met name met betrekking tot die woonboten veel te ver doorschieten. Het is een golfbeweging. Ja, er wordt een soort probleem gecreëerd alsof er in Amsterdam één grote puinhoop zou zijn. Alsof de bootbewoners met name daar oorzaak van zijn dat de boel verloedert. Niets is minder waar. Kijk, kom je heen. Laat ik even advocaat van de duivel spelen. Je moet natuurlijk toch wel boten hebben die bijvoorbeeld qua hygiënische voorzieningen, water, niet al die poep de grachten in, dat een beetje georganiseerd is. Nou ja, kijk. Geen brandbommen ervan maken, geen olievaten, olielampjes. Nee, maar dat zijn de bootbewoners die daar als eerste verantwoordelijk voor zijn. Niemand die wil op een strontschuit wonen en niemand die wil op een brandbom wonen. Je denkt dat dat wel meevalt? Ik weet dat dat wel meevalt. Ik denk niet alleen, ik weet dat dat wel meevalt. Ik denk dat er heel veel boten zijn in Amsterdam die er misschien van buiten niet helemaal verantwoord uitzien, wat je verantwoord mag noemen. Maar dat daar binnenin volstrekt veilige situaties zijn. Zodra er een gasaansluiting komt, wat toch in 90% van de gevallen geregeld is, dan komt het GEB kijken en die behandelt het net zoals ieder nieuw gebouw huis, de gasinstallatie. Om maar een voorbeeld van brandbom te noemen. En niemand die zal er baat bij hebben om zijn boot dusdanig te behandelen dat hij binnenkort zal afzinken. Want dan gaat je hele hebben en houden naar beneden. Dus nee, dat het een puinhoop is, dat valt wel mee. Nou spreek je natuurlijk ook een beetje namens de woonbootbewoners. Ja, uiteraard. Ja. Zijn dat leuke mensen? Ja. Het zijn een beetje andere mensen waar ze willen wat vrijer zijn. Ach ja, andere mensen, ja, dat zou je kunnen zeggen. Ik weet niet of er zo verschrikkelijk veel anders zijn dan mensen die op de wal wonen. Ik denk dat het gewoon Amsterdammers zijn. Zoals iedere Amsterdammer zijn eigen karakter heeft. Ik denk wel dat ze misschien wat vrijer zouden willen zijn in de vorm van het creëren van eigen woonruimte. Dat is de vrijheid. En die vrijheid willen ze ook graag bewaren. Heb je nou bijvoorbeeld als woonbootbewoner de vrijheid om van plek te ruilen met een ander? Nog wel, ja. Nog wel. Dat gebeurt ook wel. Ja. Ik wil eens een andere gracht leren voor een paar jaar. Dat zijn, kijk, dat zijn de positieve kanten van het wonen op een boot. Dat moet ook maar een keertje belicht worden. Het zou toch wel prachtig zijn als ik zeg van nou, ik zelf woon op de Prinsgracht. Als ik kan zeggen van nou, het lijkt mij leuk om een keer langs de Amstel te wonen. Iemand langs de Amstel zegt van god, Prinsgracht lijkt mij een tijdje leuk. Nou, pak een huur en een sleepbootje en we gaan elkaars bootjes verslepen. We gaan ieder op onze eigen plek liggen. En dat mag nog. Ja, ik weet dat eigenlijk niet precies. Het gebeurt erg weinig. Het is wel een aardig idee. Het zou wel leuk zijn, ja.
Want die vrijheid lijkt me wel leuk. En ook wat ik ook zie, dat je dus gewoon vanuit je bootje toch... als je naar kantoor wil, neem je een roeibootje of een motorbootje. Want wat dat betreft vind ik dat Amsterdam... dat vervoer over water eigenlijk nog weinig uit de verf is gekomen. Ja. We hebben de watertaxi, maar daar houden we wel mee op. Nee, je kan het museumboot. Nou, we hebben nu natuurlijk ook een of andere pakketdienst die met een bootje over de gracht gaat. Tuurlijk. Vroeger was het ook zo. Hè? Vroeger had je de Amsterdamse dekschuiten. Daar werd alle mogelijke bouwmaterialen op vervoerd. Die zie je bijna nooit meer. Er worden nou woonschepen van gemaakt. Op zich wel positief, maar in principe is het vervoer over het water natuurlijk een prima mogelijkheid om het fileprobleem in de stad op te lossen. Zijn er ook mensen die kantoor houden in een woonboot? Ja, soms. Neemt dat toe? Het mag niet. Oh, dat is interessant. Je mag niet telewerken in je woonboot. Zoals het er nu voor staat, mag je alleen een watergebonden bedrijf hebben. Dus zodra ik een kantoor op mijn boot zou willen starten, mag dat niet. Gebeurt het wel? Ach ja, natuurlijk gebeurt het wel. Ja, ik bedoel, hoe valt dat te controleren? Als ik een computer in mijn bootje heb staan en ik werk aan boord, dan kan niemand mij dat recht ontzeggen, terwijl ik niet... Ja, wat is een kantoorhouder aan boord? Een ander soort bedrijf wat wordt in Utrecht aan boord van boten gedaan wordt, is de prostitutie. Komt dat in Amsterdam ook voor? Nee, Amsterdam is dat niet zo. Nee. Ah, ik heb tenminste, ja, er is ooit wel een keer een hoerenboot geweest die daar bij de Oranjesluis heeft gelegen. Dat was jaren geleden. Een prachtig ding ook. Echt een oude, mooie kruiser. Vol met allemaal van dat rood plush van binnen. Een beetje uit zijn krachten gegroeid. Maar die is gesloten. Ik weet niet wat ermee gebeurd is. Maar dat was de enige hoerenboot die ik kende hier. Nou, als ik het zo hoor, Arjan Hoekstra van Schuttevaar en de Woonboten Magazine. Is er nog een heleboel te vertellen. En misschien moeten we hem een keer, kom er eens een keer op terug. Laten we maar eens een programma maken over woonboten in Amsterdam. Want het is een onderbelicht stukje, zoals ook tijdens deze behandeling in de raad bleek. Heel veel mensen op de tribune die beducht zijn voor hun plekje. Maar weinig houtsnijdende discussies. Hè? Ja, ik vind het over die drie illegaal. Dat